1891. Het is nu alles tezamen 118 jaar geleden dat Leo XIII met Rerum Novarum schreef over nieuwe dingen. Wat hij schreef heeft iets duurzaams in beweging gezet. U moet even teruggaan naar het einde van de 19e eeuw en bedenken dat op dat ogenblik de mensen op een wel heel schrijnende manier ondervonden, beleefden wat de gevolgen van de industrialisatie, wat die gevolgen precies waren. Er was een sociale encycliek nodig om in alle duidelijkheid te stellen dat werknemers geen gereedschap zijn